zaterdag 23 juni 2018 en we staan op de Lustrum editie van de NK Cup. Vorig jaar waren we hier ook, toen regende het. Het is vandaag mooi weer. Wij begrepen al dat de inschrijving ongelooflijk snel vol was, dus het wordt groter en groter. Ik stel voor dat wij weer een kijkje gaan nemen en als eerste wandelen wij even naar de, nou je kan wel zeggen, ambassadeurs van de NK Cup, Jan Diederik en Ravenvangers. Ga mee. Wat zie je er keurig uit. Dank u, dank u. Goedemorgen. Lekker man! Moet nog iemand? Kijk, maar dit is nu belangrijk wat hier nu gaat gebeuren. Hè. Kijk. Oh, ja, zo is het spelletje ook wel weer. Hè. Maar het is spannend, want dit gaat wel bepalen in welk deel van de finale we gaan komen. Zeg maar, hebben jullie ook een soort van pauze? Ja, en tussen de wedstrijden door. Kijk, oeh, dat gaat toch wel spannend. We moeten ondertussen wel gefocust blijven ja, op het dat spel. Ja, daarom. Weet je wat we doen? Ik ga jullie even in het spel laten. Ja. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ja, want wij moeten toch wel iets goed maken van vorig jaar. Want we hebben toch een beetje verkeerde informatie verstrekt over het ontstaan van dit spel. Werkelijk? We hebben meer research gedaan in de achtergrond van het ontstaan van het spel. Het is commercieel groot geworden in Noorwegen en Scandinavië. Maar de oorsprong, ja, dat ligt zelfs in het verre Egypte. Nou, weet je, dan komen we gewoon zo bij jullie terug. En dan horen we dit verhaal heel graag. Jammer, helaas. Ruud, een hele goede morgen. Hallo, goedemorgen. De voorzitter hier van het NK Cup. Van harte gefeliciteerd. Het is gewoon de Lustrum editie. Inderdaad, we organiseren het toernooi nu al 15 jaar op rij. Wauw, 15 jaar. Vorig jaar was ik hier voor het eerst. Toen presenteerde ik dit voor het eerst en ik dacht, NK Cup, een of ander spelletje, een paar teams die een ding doen. Mm-hmm. Maar volgens mij wordt het groter en groter. Ja, het wordt echt groter en groter. Het aantal teams staat vast. De inschrijving was dit jaar in 12 minuten vol. In 12 minuten vol? Ja. Het is gewoon een soort festival. Ja, klopt. Je moet echt achter je laptop klaarzitten om je op tijd in te schrijven. Wauw. En ook, er zit een heel kampeerterrein zit erbij. Volgens mij kun je dit wel 3 dagen gaan doen. Dat denk ik ook wel. De mensen komen vrijdag, zodat ze alvast vroeg naar bed goed kunnen voorbereiden. En die 's ochtends meteen met een ritueel kunnen beginnen. Want ja, je wint niet zomaar het NK Cup. Nee, want over rituelen gesproken. Er loopt hier een team tussen, genaamd Jan Diederik en de Ravenvangers. En die maken daar een heel ding van, volgens mij. Ja, die hebben echt een eigen woordenschat zelfs ontwikkeld rondom het cup. We zijn er wel blij mee, want ze zijn een soort ambassadeurs. Ze zijn heel erg actief op de social media. Mm-hmm. Wie denk jij dat er gaat winnen? Als zou ik het weten, dan durf ik me niet aan een voorspelling te wagen. Want we moeten ons natuurlijk neutraal. Ja, dat snap ik. Maar denk je dat er wel een team is waarvan je zegt, wie hebben er vorig jaar ook alweer gewonnen? Zijn die er? Dat waren de All Blacks die vorig jaar hebben gewonnen. Oké, maar zijn die er vandaag ook? Want dan kunnen we ze even opzoeken. Die zijn er vandaag. Jullie kunnen ze even opzoeken. Ze staan daar in het zwart. Ze heten immers de All Blacks. Ja, met die roze dingen achterop. Gaan we die eens eventjes opzoeken. Jij, ontzettend veel plezier vandaag. Super, en tot volgend jaar. Ja, ik hoop dat jullie ook veel plezier hebben. Vast wel. Mooi. Dankjewel. Doei. Inmiddels hebben we de winnaars van vorig jaar hebben we gespot. Dus we gaan even vragen hoe ze er nu voor liggen. Ik ben heel benieuwd. Er wordt al iemand aangewezen die het woord even kan doen volgens mij. Een hele goede morgen, All Blacks. Hoi, goedemorgen. Hoe staat het ervoor dit jaar? Iets minder dan vorig jaar. Nee, toch? Stiekem een potje verloren. Oh. Maar kom maar goed. Ja, want vorig jaar waren jullie gewoon de overall winnaar. Ja, nou ja, dat wilden we op ons cv hebben en dat is gelukt. Oké, maar nu? Kom wel goed. Ja? Ja. Gewoon weer winnen? Als we zouden willen wel, maar we hebben 3 Belgen erin en dan mogen we niet meer in de A-finale komen. Hè? Zonde, ze hebben de regels veranderd. Is dat zo? Niks aan te doen. Wij volgen de regels. Nou ja, dat is dan zo. Maar in de B-finale hebben ze ook een taart. Oké, nou ja, dat is ook. Gaan we voor die taart. Wat is de grote concurrent? Ik heb geen idee. Nee? Nee, ik weet niet wie er allemaal meedoen. Nou, ik heb ook geen idee. Ik zit de hele lijst door te lezen, maar het zegt me allemaal niks. Ik weet het niet.
Gewoon je best doen dus. Gaan we zeker doen. Nou, heel veel succes, maar bovenal heel veel plezier. Dankjewel. Fijne dag. Ja, jullie ook. Dankjewel. Het is in ieder geval droger dan vorig jaar. Dat helpt, fijn, dat helpt een heel stuk. Oh, dat vond ik echt een zegen vanmorgen. Ja, ik weet niet of je vorig jaar ook dat interview gedaan hebt, maar... Ja hoor, ja heb ik. Ja. Dat is niet leuk. Nee, dat was minder. dit is vele malen beter. Goed zo. Geniet ervan. Jij ook. Dankjewel. Tot ziens. Ja, ik zie hier ineens een enorme romantische setting tussen een flamingo en een piraat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Jullie gaan, ik breek even zo in hoor, in dit romantische geheel. TV Meppel, wauw. Is dit cupliefde? Is dit hier ontstaan op het veld? Zeg ja, voor het verhaal. Ik wil even mijn klepje op, ja, hoor. Ja, beter. Ja, doe. Ja. Snor, dus dat is wel een goed idee. Het is... Nee, het is ontstaan toen hij als piraat op de zee zat. Ja. En ik kwam daar als vogel voorbij en ik kon het gewoon niet weerstaan. Ja, nou, nee, het is allemaal cup gerelateerd. Ja? Ja, oh. Het is gewoon pure cupliefde. En in welk land is dat ontstaan? Want jullie reizen de hele wereld over als teams. Ja, en hier, het Verre Oosten. Echt waar? Ja. Echt waar? Wauw. Ja. En hoe lang duurt deze liefde al? Toch al zeker... Sinds het NK bestaat. Ja. Dat is 15 jaar. Wauw. Oh nee! Nou, we kennen elkaar al inderdaad best wel lang. Ja. Hey, en maar zijn jullie dan in aparte teams? Ja. Dit zijn de piraten. Die ziet er daar nog meer. Ja. En ik hoor bij de papegaaien. Oh, die zijn daar. Die zijn daar. We hebben ook een giraf. Maar dat... En wie staat er nu beter voor? Toch de piraten. Ja, oh, ja. Maar piraten spelen vals, hè? Dus, Oh, oké. Spannend dit hier. Nou, weet je, ik gun jullie een enorme liefdevolle dag. Bedankt. Ja, en toch? Ja, nou, jullie zitten hier super romantisch. We laten jullie lekker liggen en zo. Ja, rust lekker uit. Bedankt. Ja, tot ziens. We zijn dus, we hebben heel lang research gedaan. We zijn de bibliotheken van Teheran in geweest, we zijn de bibliotheken van New York in geweest om de geschiedenis van cup te achterhalen. We zijn erachter gekomen, de oorsprong ligt in Egypte. En dat is, ja, wacht even, dat is inderdaad andere informatie dan vorig jaar. Absoluut. Nieuws is dat toch wel een beetje nieuws, maar daar hebben wij aan bijgedragen. We zijn erachter gekomen dat hier, misschien kan de camera het zien, een duidelijke foto is van Egyptenaren die op de muurtekeningen al cup aan het spelen zijn. Het gaat door uiteindelijk van de Egyptenaren die het aan de Romeinen gaven, die de Romeinen gaven door aan de Turken. De Turken die werden overvallen door de Vikingen. En zo, dames en heren, is het uiteindelijk in de Scandinavische konterijen terechtgekomen. En waar... die hebben het eigenlijk een beetje hun eigen gemaakt. Ja, die hebben het groot gemaakt. Die hebben er hun eigen Scandinavische twist aan gegeven. Ja, commercieel groot gemaakt. Dat is het spelletje waar we nu nog steeds van genieten. Nou heren, ik kan jullie vertellen, ik hou er van. Ja, ik word hier hartstikke gelukkig. Wil jij misschien ook even een worp naar de markies doen? Zo, ik doe even mee in de beweging. Ja, doe dus... even zo. Ik ga even achter je staan. Oh. Je zo. Oh. We gaan even zo. Hop. Zo gooien we, hè? Dus we doen even hop. Hoi. Zo. Nou, dan moet je zo. Oh. We gaan even zo. Hop. Zo gooien we, hè? Dus we doen even hop. Hoi. Zo. Nou, dan moet je weer pakken. En dan goed. Iets harder. Oh, maar het moet ook met een hupje. Ja, met een hupje. Het gaat allemaal om de elegance van het spelletje wat erbij hoort. Het is bijna een dans. Zo deden de Vikingen dus niet, maar uiteindelijk de edelmannen in Noorwegen hebben het zo erin gebracht. Oh jongens, als ik echt dat ding raak, dan lach ik me toch helemaal een breuk. Oké. Okay. Yeah! Oh! Lekker! Nou, hoe voelt u zich nou? Ja, dit voelt hilarisch, moet ik vooral zeggen. Ja, nee, fantastisch. Ik denk dat ik toch meer ga oefenen. Nou, dank u wel.
Heel veel succes vandaag, heren. Dank u wel. Gaat wel lukken. Ik vond het weer enig me bij jullie te voegen. Ja, hartstikke. Ja. Dank u. We hebben het ook erg leuk gehad. En ja. we gaan dit jaar voor de sfeerprijs, de A-finales, de B-finales, de C-finales. We gaan eigenlijk voor elke finale, als we maar iets winnen dit jaar. Wij gaan eens even kijken hoe het hier verder gaat. En we houden jullie in de gaten de rest van de dag. En dan hopen we maar op een prijs. Proost. Ja, we hebben de... even. Ja? Die achter, dan zie je echt het verschil. Goede achterkant erop, hè? Ja, kijk. Oh ja, super. Dag. We zijn echt dus van de volleybalclub naar je been, hè? Dubbelblok 1, dubbelblok 2. En we doen het verschrikkelijk. We zijn goed bezig. Dit was het, Robert. Kijk, er komt hier even een stoel vrij. Wat fijn, kan ik even zitten. Werden jullie aangewezen als potentiële winnaars door Jan Diederik en de Ravenvangers? Hoe staan jullie ervoor? Oh, we staan er goed voor. Ja? Ja, we hebben eentje verloren tot nu toe. En jullie werden tweede vorig jaar, maar volgens de heren van de Ravenvangers niet terecht omdat er bij de winnaars Duitsers zaten. Ja. Klopt, dus eigenlijk... zijn wij Nederlands kampioen, ja. Maar ik begreep dus dat de regels ook aangescherpt zijn. Ja, alleen Nederlanders. Ja. Je moet nu gewoon je paspoort. We moeten nu, ja. Hoeveel wedstrijden speel je op zo'n dag? Nou, een stuk of 10, 12 als je naar die finale komt, denk ik. De wedstrijden zijn hier nog in volle gang. Het is nog niet duidelijk wie uiteindelijk op dit felbegeerde veld komt te staan. Het finaleveld. Dus wij zijn heel benieuwd. Zijn het die Vatse gefotsen? Zijn het misschien ineens Jan Diederik en de Ravenvangers? Of een heel ander team? We gaan eens even kijken. Eigenlijk wil ik gewoon als teamcaptain van jou nou weten hoe waarom het ervoor staat. Winnen, ja, nou ja. Waarom de Ravenvanger zegt dat wij eerste zouden moeten zijn. Want ze hebben twee keer in de finale gestaan, twee keer van hetzelfde Duitse team verloren. En vorig jaar in de kwartfinales van datzelfde Duitse team verloren. Vorig jaar stonden wij niet in de finale. Maar het zou leuk zijn als we dit jaar een keer wel winnen, want dit Duitse team kunnen we niet meer tegenkomen. Nee, dus dat scheelt. Maar oefenen jullie ook het hele jaar? Nee. Jullie komen gewoon één keer per jaar samen? Normaal gesproken oefenen we nooit en cubben we één keer in het jaar, dat is hier. Echt? Alleen dit jaar hebben we in totaal 3 keer geoefend. Oh. Dus, ja. Kijk. Dit jaar moet het een keer gebeuren en anders komen we gewoon niet meer. Ah, jawel, natuurlijk wel, want het is ook gewoon gezellig. Het is gewoon gezellig, ja. Oké, we gaan jullie in de gaten houden. Fotsen. Ik ga even niet vragen naar de betekenis. Dat lijkt me want die weet ik wel op zich. Succes. De winnaars van de sfeerprijs in de boters staan inmiddels hier. Het was bijna niet te missen.
De finales zijn gespeeld, de eerste tenten worden alweer ingepakt. En wat is dit toch een leuk spelletje. Ik dank jullie heel hartelijk voor het kijken naar de NK Cup 2018. Heel graag tot volgend jaar.